Welkom bij NL Sport, een YouTube-kanaal waar je overigens gratis op kunt abonneren over sport en veelal over voetbal. Vandaag hebben we vier gasten. Ik begin links, dat is niet toevallig. Jos de Jong. Hij is van onder andere 023 Magazine, maar hij is ook scheidsrechter en hij is hoofd scheidsrechtersopleiding bij de Koninklijke HFC. Naast mij, Ayaan Kardjibi. Ik blijf het een probleem vinden om zijn naam goed uit te leggen. Hij is voetbaltrainer, op het ogenblik bij de Koninklijke HFC, maar zowel Vitesse als Feyenoord trekken aan hem. Aan de rechterkant, Kees Nuyens. Een man die, ik weet niet of hij slaapt, maar hij is trainer bij de zaterdagploeg van Geel-Wit. Hij is trainer bij de damesploeg van Hillegom op zondag, die overigens gisteren met 10-0 wonnen. Hij is scout bij AZ. Hij is hoofdtraining bij de Bloemendaalvereniging, BVC Bloemendaal. Vergeet ik nou iets? Nee, je hebt het wel aardig in de hand. En daarnaast zit een van de meest sympathieke voetballers die ik ooit ontmoet heb. Dat is Mike van der Ban. Hij was de grote ster bij de Koninklijke HFC. En toen zag Katwijk hoe goed hij was en die haalde hem. En nu zit hij hier met een afgescheurde kniebad, zoals zoveel. We gaan vandaag veel dingen behandelen, maar we beginnen met de algemene staat van het Nederlandse voetbal. Het is een dag na AZ Ajax en daar begin ik mee. Mackie, heb je het gezien? De laatste paar minuten heb ik gezien. Dan heb je een hoop gemist. Kees? Ik was er. Jij was er. Ja. Ik denk dat als men zegt dat, dat de staat van het Nederlandse voetbal niet zo hoog is op het ogenblik, dat na de wedstrijden Ajax-PSV en AZ Ajax, die uitspraak helemaal teruggetrokken kan worden. Ja, ik heb gisteravond genoten. Echt. Het was een fantastisch leuke wedstrijd. Alles wat voetbal nodig heeft. Ayaan, heb jij het gezien? Ik heb het gezien, ja. En? Ja, er zat in ieder geval strijd in. En penalties. Dus er was genoeg... hoop kansen. Genoeg. Alleen ik van AZ niet... Ik had van AZ wel iets meer verwacht. Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb hem ook gezien. Ik vond het een prachtige wedstrijd. Ik heb echt genoten. Ik vond het schitterend. Elke bal die werd aangenomen kwam goed aan. Ik heb heel weinig van die rare fouten gezien. Ik vond het geweldig om naar te kijken. Echt hartstikke goed. En de uitspraak in het Nederlandse voetbal is op het ogenblik waardeloos. Nou, als alle ploegen zo spelen zoals ze gisteravond werd gespeeld, dan kan die uitspraak de prullenbak in, wat mij betreft. Ik heb voor dit onderwerp eventjes een van de kranten van vanmorgen meegenomen. Overigens, in de tweede divisie waar Mikey dan in speelt, is nieuws. Want bij HFC gaat de aangetrokken spits van, waar kwam die vandaan? Ik weet niet eens waar hij vandaan kwam. Lisse Olsthoorn, die gaat naar Capelle. Maar veel erger voor HFC is dat Nacho Castien zijn akkoord gegeven heeft aan Telstra. Mag ik daar in eerste instantie jullie... Ik heb weinig live wedstrijden van HFC gezien, maar in de samenvatting wat ik van Roy zag het allemaal wel goed uit. En als je in de eerste, wat is het, eerste 10 wedstrijden 10 keer scoort, dat zegt natuurlijk wel wat. Is Telstra een verstandige keuze? Je speelt natuurlijk wel weer op een niveautje hoger, dus in dat opzicht, het is wel een stap denk ik, maar ja, ik weet niet wat voor opties die meer had. Utrecht en Twente, dat waren zijn andere opties, maar dat vond hij te ver. Kees, jij hebt hem al 7 jaar jochie gescout. Ja, ja. Ik heb je scoutingsrapport gezien, ja. Dat was lovend. Ja, ik vond het toen al een hele goede speler, ja. Ja. Wat vind jij van zijn overstap naar Telstra? Ja, nou ja, net als Mike zegt, het is een stapje hoger en ja, Telstra doet het nu goed. Dus ja, op zich begrijp ik die stap wel, maar als er andere opties waren geweest, dan denk ik dat hij daar misschien zijn oor naartoe had moeten luisteren. Ja, ze staan vierde, het telt niet zo slecht. Natuurlijk, Mike en Kees zeggen het net, een stapje omhoog, maar ik denk wel... dat hij bij Telstra de meeste kans maakt om te spelen. Ja, en hij komt bij een hele goede trainer, want Mike Snoei heeft 30 punten op dit moment. Ja, maar Telstra doet het altijd of voor de winterstop goed of na de winterstop goed. Dus laten we dat nog maar even afwachten. Maar ik denk wel dat hier helemaal op het, als ik het vanochtend heb gelezen, gaat die Osman, de middenvelder, die gaat waarschijnlijk weg.
Dat is een van de beste voetballers die ik ooit gezien heb. Nou, die gaat dus weg. Dan kan hij daar, heeft hij nog meer kans op spelen. En ik denk dat dat, denk ik, maar uiteindelijk en dichtbij, dat dat uiteindelijk wel de keuze is geweest voor, kijk of het verstandig is, dat geldt pas, dat weet je altijd natuurlijk achteraf, maar stel je voor dat hij naar Utrecht was gegaan en hij speelt, moet je tegen Ayoub en Labiat. En die twee gaan nog niet, want ik hoor dat die naar Feyenoord ze graag wil hebben, die twee, in ieder geval één van de twee. Ja, ik denk bij mezelf, die gaan nog niet in de winterstop weg. Als je naar Utrecht gaat, oké, je traint misschien op een hoger niveau, maar toch moet je blijven voetballen om vooruit stappen te maken. Nou, maar ik voetbal nog steeds, als je kijkt naar wisselspelers, misschien bij Katwijk, die misschien heel goed kunnen voetballen, die bijna geen wedstrijd spelen of met de tweede spelen. Als je er dan in kan, dat ze best moeten aanpoten, lijkt mij, om je 90 minuten of 30 minuten op dat niveau wat zij gewenst staan bovenaan en daarna mee te tillen. Ja, maar als je nou veel ambitie hebt om verder te komen met voetbal en je krijgt de mogelijkheid om bij Utrecht te komen, dan pak je die toch eigenlijk. Dan is dat lijkt ja, maar je kan ook een halve stap zetten en uiteindelijk een anderhalve stap. We gaan even naar een ander onderdeel uit de krant van vandaag. AZ distancieert zich van de fans en grijpt direct in. Er is weer op die tribunes verschrikkelijk gezongen. Ja, afschuwelijk. Wat vind je? Ja, ik vind dat vreselijk. Ik heb daar gewoon helemaal geen woorden voor. Ik vind dat mensen mogen best enthousiast reageren met dit soort schandalige teksten. Dat hoort hier helemaal niet thuis. Hoe je daar tegenop moet treden. Ik weet niet, als scheidsrechter kun je op een gegeven moment het spel doodleggen. Als het 30 keer gaat, en zeker met deze teksten die hier zijn gelanceerd, is het natuurlijk verschrikkelijk om dan maar gewoon door te voetballen. Mm. Ik vind het echt heel erg. Wat waren de teksten? Nou, over die de Joden die verbrand worden. Ik heb die teksten gelezen, je zult daar ook al in de krant hebben gezien. Kees, jij bent een actiehonden, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat niet kan. Sowieso niet kan. Jij was in het stadion, heb je het gehoord? Ik heb het, ik heb het wel gehoord, maar het hield niet zo lang aan. Want volgens mij greep AZ meteen in. Maar dat is een goed teken. Want ik denk dat ik na misschien een minuutje, anderhalve minuut, en daarna heb ik het al niet meer gehoord. Dus ik neem aan dat er iemand van de bewaking... Ik ben wel heel erg tegen eigenlijk van AZ. Ja, dat gebeurt ook nooit. Dat was heel vreemd. Dat is de laatste waar je het van verwacht. Absoluut. Het vervelende is, er is heel weinig aan te doen. Nou, tegenwoordig hebben ze een goede camera, camera's allemaal samen, eigenlijk de jongens eruit. Ja. Maar het is je verwacht niet van AZ. Dat zit helemaal niet. Weet je, het zijn best maar wel... Een tijdje eigenlijk hebben die wel een harde kerk. Ja, ik was dat in mijn eentje, ja. Bij een andere wedstrijd heeft toen de scheidsrechter een keer het spel helemaal stilgelegd. En het gewoon, jongens, we gaan naar binnen. Het duurde niet lang. Oké, ik heb de wedstrijd niet live gezien, maar het wordt niet zo veel natuurlijk. Oké, dan staat er een leuke column in van Jordi Cruijff, de zoon van. Want die arena, die heet nog steeds Arena. Amsterdam Arena. We zouden er toch een andere naam aan geven. Nou, ik denk dat iedereen op het ogenblik, die noemt het, of als de meeste mensen noemen het al, het Johan Cruijff Stadion, maar goed in de... Het heet nog steeds officieel de Arena, maar ik denk dat we gewoon in de media gewoon continu erop moeten hameren dat het Johan Cruijff Stadion is. Dat moet gewoon iedereen. Het is dat ik het vanochtend las, maar ik dacht dat het al Johan Cruijff Arena. Ja, ik dacht het ook. Het is niet officieel. Officieel is er nog de Arena. Wij praten over niks anders. Wij hebben het over Johan Cruijff Stadion, natuurlijk. Dat is logisch. Oké, dan is het natuurlijk zo dat wat Feyenoord aan het doen is, tegenvalt. Mijn moeder had vroeger een vriend, dat is dus ongeveer 100 jaar geleden. En die heette Vente, dat was Dolf Vente. En dat kereltje, dat deed gisteren mee. Het is toch wel leuk dat hij op dezelfde manier scoort als een... Het was vrijwel identiek. Ja, identiek. Identiek, ongelooflijk. Ik vond het geschiedenis aanzienlijk. Dan gaan we naar een andere Rotterdamse club. Want daar werd toch een, vind ik, sympathieke trainer. Ja. Na de wedstrijd tegen Feyenoord, 5 minuten daarna was hij al ontslagen. Ongelooflijk. Ja. Wat staat Sparta nu? Roda is dat laatste. Ze hebben 9 doelpunten gemaakt in het seizoen. Ja. Het is wel een beetje begrijpelijk. In een weekend 11 doelpunten tegen. Ja, dat telt wel. 4 tegen AFC en
Volgens mij zijn een sympathieke trainer vinden hoor. Ik vind het toch een hele sympathieke vent en volgens mij doet hij ontiegelijk zijn best, maar... Het zou volgens mij dat Louis van Gaal zijn die het al een puntje vond. Ik zei ja, als je het al erover nadenkt, doe je dan op maandag of dinsdag. Ja. Niet, Nee, meteen een wedstrijd. Dan even naar het Amsterdamse voetbal, want dat is natuurlijk vreselijk wat er daar met de dijk aan de hand is. Jullie winnen er met 3-0. Ben je geweest? Ik ben wel geweest. Dus je gaat met je krukken nog steeds kijken bij het eerste? Als het kan, dan ga ik met mijn krukken er naartoe, ja. De absolute koning van de tweede divisie is natuurlijk Meijering, hè? Die maakt de ene naar de andere. Die prachtige voetballer. Blijft hij? Ja, hij heeft onlangs getekend voor 3 jaar geloof ik. 2 jaar met een optie voor nog een jaar. Dus die blijft voorlopig nog wel even met Katwijk voetballen. Okay. Goeie voetballer. Ja, zeker. Vorig jaar hadden we het middenseizoen gehad, maar dit seizoen 15 wedstrijden gespeeld, 15 doelpunten. Dus dat is heerlijk om zo iemand in de spits te hebben. Wat jezelf betreft, je had voor 2 jaar getekend geloof ik, hè? Bij Katwijk? Nee, ik heb in eerste instantie voor 1 jaar getekend en vorig jaar met 2 jaar verlengd. Wat een geluk. Ja, dat kwam er nu bijzonder goed uit inderdaad. Ik denk dat onderhandelingspositie iets anders had geweest als ik nu voor 1 jaar had getekend. Maar wat vreselijk is het als je zo goed kunt voetballen en je scheurt het af. Wat je ook afscheurt, of nou enkel of knie is. Hoe lang duurt het? Vanaf de operatie is het 9 tot 12 maanden. 9 tot 12 maanden? Ja, dus ik ben nu 3 weken geleden, 3,5 weken geleden ben ik geopereerd. Het is nu, ze zijn gewoon bezig geweest in je knie. Ze hebben een stukje vanuit mijn hamstring hebben ze eraf gehaald en daar hebben ze een nieuwe kruisband van gemaakt. Daarnaast zat er ook wat breuken in mijn meniscus en die was wat losgegaan van het bot. Dus dat hebben ze ook gehecht, bijgeknipt, vastgemaakt. Ja, dus ze zijn aardig bezig geweest in die knie. En voordat dat allemaal weer rustig is, dat genezen is, dat het weer aan elkaar vastzit, dat heeft gewoon tijd nodig. In die tijd zeg maar, dat het geneest, dan doe je bijna niks met je been. Dus die spierkracht neemt enorm af. Je bent controle kwijt, je bent sturing met je been ben je een beetje kwijt. Dus het heeft gewoon ongelooflijk veel tijd nodig om weer het te laten genezen en weer op krachten te komen. En weet je al hoe je dat wil doen? Moet je dat bij Katwijk doen? Of zou je het bijvoorbeeld... Daar hebben ze me vrij ingelaten. Dus, bij HFC, waar je vandaan komt, loopt de beste herstel-trainer in Nederland. Hè? Nou, ik heb nu ook geen onaardig hoor. Die is met Maldini en Gattuso bezig geweest. Dus die verstaat zijn vak ook wel. En dat is bij mij om de hoek in Amsterdam. En voor nu, ik kan nu heel weinig. Dus ik ga nu naar hem toe. En het is 2-3 keer in de week buigen, strekken, aanspannen, fietsen. En dat is het. En als ik eenmaal wat meer kan, dan ga ik het combineren. Zodat ik ook... En bij mijn eigen fysio en bij Katwijk zal ik ook een beetje contact met die groep nog blijven houden. Heerlijk, het afscheuren zijn er nog wel eens wat spelers, hè? Het afscheuren van banden, hè, Jos? Er komt steeds meer voor. Ik geloof dat 7 dit jaar hier in de buurt. Ongelooflijk. Wat is de reden? Ja, ik heb geen idee. Ik heb die vraag al vaker gehad. En je gaat natuurlijk, mensen vragen heel snel naar kunstgras, maar... Ja, je kan niet ontkennen dat de kunstgras meer blessures voorkomen, maar... In mijn tijd werd er nooit iets afgescheurd. Nee. Nee, maar dat is echt zo. Ja. Het is eigenlijk opvallend. We hadden het er net ook over, bij mij gebeurt het op kunstgras. Maar als je bijvoorbeeld in dezelfde week scheurde ook Rick Karst op zijn kruisband, was op gras. Pieter Basten Hartig van HFC scheurt hem op gras. Jeffrey Samsin scheurt hem op gras. Dus zijn ook... Genoeg voorbeelden van jongens die hem gewoon op het grasveld afscheuren. Ja, Novis die scheurt hem weer op kunstgras lopen. Maar wat ik zeg, het gebeurt op allebei. Dus of kunst, je nou kunstgras schuld kan geven. Nou, we hadden het er net al over, maar zou het misschien kunnen, ik heb ook geen idee, maar dat het, omdat je de ene keer op kunstgras speelt, dan weer op gras en dan op verschillende soorten kunstgras. Dus de ene keer is het hoogpolig met rubbertjes, dan is het weer laag met van die, wat is het, kurk. Ja. Misschien is de ondergrond zo vaak verschillend. Ik heb geen idee. Dat is wel heel snel. Nou, wat mij verbaasde, is dat ik afgelopen week een training heb gegeven aan jongens van onder 14. En die moesten op gras en schrokken ze eigenlijk.
Ja? Ja, dat vind ik nog erger. Ja, ja. Dus we hebben nu een discussie over waar ik er gebaseerd van. Maar als kinderen die ons moeten gaan redden straks, met het voetbal, schrikken als ze gras zien. Want als jij een Europees wedstrijd gaat spelen, dan speel je op gras. En als wij nu al bang zijn, op ons 14e, dan heb ik een hard hoofd in. Vanochtend las ik wel over dat de onder 19 en onder 17 van Nederlands elftal al gestegen zijn in Europa. Nou, dat is, zo slecht is het dus dan in het Nederlands voetbal. Ja, je zei net, ik was een trainer bij onder 14. Dat is dan bij een andere club als waar je nu traint. Ja, dat klopt. Vertel. Ik heb al vaker kenbaar gemaakt dat ik ambities heb om stap voor stap omhoog te gaan. Je weet dat is de trainer van Fenerbahçe, hoor. Fenerbahçe, daar eindig je mee, hè? Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. Maar langzaam, ik vind dat je aardig kunt klimmen op deze manier. En, ik heb het hartstikke zin bij AFC. Alleen, ik kreeg nu een kans om het te bewijzen en, bij Vitesse. Ik heb daar met half jeugdopleiding gesproken. En we hebben nu een stappenplan gemaakt om elke maand een leeftijdscategorie te pakken. Ja, en dat tot aan het eind van het seizoen elke keer omhoog, dus een jaartje omhoog. Ja. En dan gaan we kijken hoe het gaat lopen. Wat ik nu wel zie, het is toch wel weer wat anders als bij AFC. Het is toch even iets serieuzer. Toch? Ja, dan kun je toch wel tegen met je enorme ambitie. Dat sowieso. En ze hebben echt een gigantisch mooie... Fantastisch. Echt gigantisch mooi. Ik heb het net over velden. Ze hebben een tribune, wat ze bij AZ ook hebben gemaakt. Het is een kunstgrasveld. Daar traint meestal de onder 19 op. Daarnaast hebben ze twee hele mooie velden, daar verbod alleen het eerste en het tweede op. Ja. Traint het eerste en het tweede op. En volgens mij trainen ze voor de wedstrijd in het stadion. Maar ze lopen daar wel en de jongens kijken daar tegenop. Ja. Dat vind ik wel, dat heb Ajax ook gedaan. En AZ doet dat volgens mij niet ook, hè? Dat het eerste bij de jeugdcomplex. Ja. Ik denk dat je daar wel de jongens een bepaalde moed of een beetje... Motivatie geeft. Heb je een grote auto trouwens? Nee. Want nou ligt er nog een andere club, 010, hangt aan de telefoon. Wat is dat nou weer? Nee, daar heb ik nog niet echt mee gesproken, maar dat gaat wel gebeuren. Dus, Fenerbahçe de volgende stap. We hebben het over de staat van Nederlandse voetbal. Jij kijkt op verschillende velden. Wat is er mis? Eigenlijk vrij weinig. Ik denk dat we een beetje papegaai aan het geworden zijn we. Als er eentje zegt dat het niet goed gaat, dan vindt iedereen dat het niet goed gaat. Even naar Jos, want Jos is hoofdopleiding scheidsrechters. Jullie hebben een probleem door die nieuwe regels van de KNVB wat de opleiding betreft. Wat bedoel je? Nou ja, dat je geen scheidsrechter hebt. Met die kleine. Die velden die zijn, je bedoelt 7 tegen 7. Ja, maar leg eens uit wat jullie probleem is dan. Nou ja, 7 tegen 7, als je dat op een groot veld moet doen, je moet het veld in vieren delen, dan wordt sowieso het veld ontzettend klein. Maar als je daar ook nog eens een keer een jonge scheidsrechter tussen zit, dat is bijna niet meer te doen. Maar bij de onder 9 en onder 8 zijn geen scheidsrechters meer, dus? Dus? Ik begrijp je vraag niet helemaal. Nou ja, als je geen onder 8 en 9 scheidsrechters hebt, waar moet je dan beginnen met je opleiding? Hoe doen jullie dat? Nou, wij beginnen met oude C's die je intekent voor, dus dan ben je 13, 14 jaar. Ja. En die gaan, die fluiten bij de onder 11, die beginnen bij de onder 11 te fluiten. En mede vanwege die regel die de KNVB heeft gesteld met de 7 tegen 7, kunnen wij daar niet aan beantwoorden en willen daar ook helemaal niet aan beantwoorden. Okay. Dat gaat 7 tegen 7, dus op een groot veld, het is bijna niet te overzien. En die jongens die moet je gewoon meteen laten fluiten bij een 110 of 111. Dus wat jou betreft terug bij de oude... Ja, maar hebben ze er veel, ja. Ik ben helemaal geen voorstander van de 7 tegen 7. Nou, smijt bovendien zitten een hele hoop ouders die allemaal door elkaar heen lopen. Ze weten dan moet je zo'n jongen scheidsrechter. Je bedoelt 6 tegen 6 natuurlijk. Ja, ja. 6 tegen 7. Nou, smijt van de Bannen hoofd jeugdtrainingen bij de Koninklijke HFC. Maar wat vind jij van dat geheel, van die veranderingen? Ik moet zeggen, ik hoor van ouders hele positieve verhalen over het voetballen. Ik denk dat kleine ruimtes ook wel goed zijn eigenlijk.
Het is bedoeld om meer doelpunten te laten maken, meer te laten juichen, voetballers in de kleine ruimtes acties te laten maken. En volgens mij komt dat wel goed. Ja, maar zeggen jullie twee aparte dingen. Ja, dit gaat over scheidsrechten. Als je het over voetbal hebt, dan ben ik het van de ene kant met je eens. Het is leuk dat die jongen kort op de bal spelen, makkelijk kunnen overspelen en dergelijke. Maar voor scheidsrechters is dat niet te doen. Waarom wordt er dan nu geen scheidsrechter gebruikt? Dat is gewoon een spelleider. Dus die ouders die lopen. Het is één veld wat in vier doet. Alles loopt door elkaar heen. Het idee is om net als vroeger, zeg maar, als je met vriendjes op straat ging voetballen, dan loste je het ook zelf op. Ja. En dan, dat wil ze hier ook gewoon doen. Dat kan zo'n spelleider. Kees, jij bent bij veel clubs trainen of betrokken bij de tweede. Wat is jouw mening? Ja, ik vind het 6 tegen 6. Ik begrijp niet precies waarom het 6 tegen 6 moest worden. En dan snap ik ook niet de afmetingen van het veld, maar 30 bij 42,5. En het doel? En het doel veel te groot. Ik denk dat ze best weer terug kunnen naar 7 tegen 7. Dat vind ik ook een logische stap. 7 tegen 7, 9 tegen 9, 11 tegen 11. Je speelt met 11 tegen 11, dus waarom zou je dan opeens met even getallen gaan spelen? Maar ik denk dat ze dat veldje gewoon iets groter moeten maken en de goaltjes een stukje kleiner om het spelplezier. Want jij zegt veel doelpunten, veel juichen, maar als je bij wedstrijden staat te kijken en het wordt 54-12, dan is bij goal 20 wordt er niet meer gejuicht hoor, dan is het gewoon klaar. Dus ik vind het geen uitslagen eerlijk gezegd. Een doel moet het ultieme zijn van een aanval, het eindstation. En ik vind het nu een beetje op handbal lijken. Met z'n allen naar voren, met z'n allen naar achter, snel een lange bal, heel snel schiet op goal. Dus als je een beetje een stevig jongen hebt met een goed schot, die schiet van 30 meter gewoon op goal. En dan staat er een klein keepertje op de kooltje en die bal vliegt er altijd in. Als ik het ook kan aanvullen met betrekking tot die scheidsrechter, als die op een half veld bent, dan leiden ze op om op een half veld te gaan beginnen. Ja. En de jongens die staan toch wel stijf van de stress om daar te beginnen. Maar je kunt beter stijf van de stress staan op een half veld. Dan op zo'n kwart veld waar de ouders allemaal op. Wat doe je dan? Je leidt ze op, echt heel specifiek, van leg ze uit wat de regels zijn, hoe ze zich moeten gedragen in het veld, wat ze van de spelers verwachten. Ja, half, dat kun je niet toepassen op zo'n kwart veld. Prima. Als je 10 meter van de kant gaat, van de zijlijn, 10 meter van de zijlijn, je houdt de breedte aan. Ja, ik denk dat je dan een ideaal veldje hebt. Ja, kijk, dat ze komen er niet uit in deze bijdrage. Maar de staat van het Nederlandse voetbal is dus niet zo slecht als allemaal gezegd wordt. Nou is de staat van het voetbal bij de dames hartstikke goed. We hebben daar de Europese kampioen, ze hebben wat meer geld gekregen. Maar, Hees, jij bent trainer bij Hillegom, je wint gisteren met 10-0. Maar je hebt ook een aantal spelers verloren doordat coaches van de tegenpartij weten dat jij goed bent. En je speelt ze gewoon uitschakelen. Hoe zit dat? Ja, dat gebeurt altijd hè, in wedstrijden wanneer wanneer je dus lekker loopt te voetballen en dan er zijn de trainers die vinden dat je dan de beste speler even moet aanpakken. En dat gebeurt ook bij damesvoetbal blijkbaar. En dan wordt dan een speelster hard aangepakt. Net als bij de heren. En dan heb je wat blessure. Je bent nu zuinig in je verhaal. Ja, dat vind ik ook. Vertel nou de waarheid. Nou, dit is wel de waarheid. Dus ik vind wel dat... Kijk, bij de herenvoetbal gebeurt het ook. Ja, maar dan gaan niet, Huntelaar gaat er niet met een polsbreuk af. Nee. Nee, goed, een trainer die dus bewust iemand inbrengt om je beste speler aan te pakken, ja. Dat, jij ook niet zo'n speler? Dus het gebeurt ook bij de heren. Maar het hoort niet. Ik vind het wel dat je dat niet moet doen. Maar dus jij gelooft gewoon echt dat het meisje zich even warm lopen, dat ze op een gegeven moment zijn, ik ben warm trainen. Nou, je moet welke nummer 8, die moet je doodschoppen. Of eruit schoppen. Dat klinkt iets beter, maar ik ben het er ook nog niet mee eens. Dat neem ik aan dat de trainer dat niet gezegd heeft. Maar dat zal niet in die bewoording geweest zijn, maar dat is wel doelbewust zag je dat dat ging gebeuren. Okay. Het wordt dus ook een echte sport, hè, damesvoetbal. Het gaat goed, we missen alleen nog één titel. De wereldtitel, die komt eraan. Ik zie ongelooflijk veel voetbal, een dag en nacht eigenlijk. Zoals de wedstrijd is zitten te kijken. Maar het meeste zie je de tweede divisie waar je van dit spel speelt. En wat mij opvalt is dat daar de scheidsrechters meestal niet goed en echt lonen scheidsrechters zijn. Jos, je bent hoofdopleiding scheidsrechters bij de Koninklijke KFC. Zie jij dat ook? Ik
Ik kom het wel eens tegen, maar... Je ziet toch ook dat ze er geen zak van kunnen? Of, Ik weet het niet. Ik weet niet of je dat zomaar kunt generaliseren. Die scheidsrechters doen ook hun best. Ja, sommigen worden fout gemaakt. Ja, maar vorig jaar had HFC 10 penalties moeten hebben die ze niet kregen. Dit jaar gebeurt er ook weer van alles. Ja, je zegt dat regelmatig en ik wil je daarin graag gelijk geven. Dat zou ik maar doen. Ja, oké, dan krijg je bij deze gelijk. Maar of het allemaal terecht is, dat weet ik ook niet. Die gasten staan er ook bovenop en doen ook hun best. Mickey, wat vind jij? Want je hebt gespeeld in die tweede divisie. Ja, ik moet zeggen, er zijn er 3 of 4 die ik echt goed zijn. Ja. Ik vind Lorenzo Caio, dat vind ik echt een topper. Ja, dat kan je, maar die gaat wat snel omhoog hoor. Ja, en die Brito Rood, dat is ook echt een goeie. Maar dat zijn jongens die ook... die niet heel gericht, zeg maar, volgens de regels aan het fluiten zijn. Maar om even een voorbeeldje aan te halen. Wij speelden toen tegen Linde vorig jaar. Toen hadden we Cairo, geloof ik. En wij stonden 4-0 voor. We hadden die hele wedstrijd onder controle. En in de 80ste minuut maakte Zalgozer een duel. En ik vond dat ik een vrije trap moest hebben. En hij gaf hem aan Linde. Dus ik klagen van, die vrije trap was toch voor ons? Toen zei hij, hou even op, geef die gast ook de bal. Maar dan ben je ook klaar. Dan voel je het voetbal aan. Heeft hij zelf gevoel, Mike? Nou, dat weet ik niet. Maar dat heeft die Cairo heeft dat, die Brito Rook heeft dat, Kires heeft dat. En die scheidsrechters dwingen respect af. En dat zijn de toppers. En dan heb je nog een paar. En die zijn heel erg volgens de regels. En ik kan daar persoonlijk wat minder mee omgaan. Je bent, maar ik hou er niet zo van als ze echt zo ongelooflijk naar alle regels sluiten. Hoor. Ja, schabloon scheidsrechters zijn het, joh. Er zijn natuurlijk ook scheidsrechters die het spel continu onderling vinden. Na 25 jaar trouwe dienst houdt Remco Dijkmans het voor gezien bij de Schiedamse club Excelsior 20. Zijn hartekreet over ouders die zeuren wordt door de clubs in het hele land omarmd. Mike, jij bent hoofdjeugdopleiding bij HFC. Omarm jij dit? Nog één keer de vraag. Of ouders bij jou zeuren en het onmogelijk maken om lekker je werk te doen? Je hebt wel ouders die hun mening geven, ja. Ik ben met HFC bezig inderdaad met proberen mijn werk uit te voeren. Met een bepaald idee erachter, een bepaalde visie en met een missie. Er komen heel vaak ouders naar me toe die er dan ergens niet mee eens zijn. En dat een ander idee hebben over opleiden of over hoe een kind getraind moet worden of hoe het geregeld moet zijn. Ik luister altijd naar ze, maar ik probeer het beste ervan uit te pakken. Maar het is wel, het hoort erbij. Ja. Hakt het ook niet een beetje samen met het niveau waarop een club speelt? Ik bedoel, als je naar HFC kijkt, er loopt een aantal trainers rond. Mijn zin is toch... hoog gescoord, goede trainers. En ik heb het idee dat als je een goede trainer bent, niet alleen jij, maar als je goede trainers hebt, dat ouders toch ook eerder geneigd zijn om hun mond te houden, omdat ze dan toch ook eigenlijk tekort schieten met hun commentaar. Ja, ik heb natuurlijk, als je een goede trainer hebt, dan valt er ook natuurlijk een stuk minder te klagen. Alleen als je naar Nederland kijkt, heb je zoveel jeugdelftallen, maar er zijn niet zoveel goede trainers. Het zijn allemaal jongens, bij HFC hebben we bijvoorbeeld jongens die zijn 15, 16 jaar, geven voor het eerst training, die maken wel eens foutjes. Tuurlijk. Maar is dat niet erg? Nee, maar goed. Je hebt dan wel ouders die denken van breng mijn kind er naartoe. Maar ik heb vaak het gevoel dat ik ook alleen maar na schoolse opvang sta te doen. Het koop oppassen, wordt er ook wel eens geroepen. Vooral bij de breedte. Ja, verschrikkelijk. Jongens, ik zie soms echt die niet in de selectie voetballen, zie je af en toe aankomen. Ja. Hoe ze naar de training toe komen, in sokken, in schoenen, in jas die ze aan hebben. Ja, dan denk ik waarom komt hier niet om te trainen. Ja, die is gewoon, die ouders denken van je gaat voetballen. En ze voetballen en ze vinden alles best. En het liefst wil ze alleen maar partijen doen. Ja, je kan natuurlijk niet over één kant scheren, maar de meeste, er zitten erbij die inderdaad waarvan ik het gevoel heb van misschien.
is voetbal niet jouw sport, maar ja. Wat ik dan wel vind. Maar daar gaat het niet om, hè? Het gaat erom dat ouders gewoon denken dat ze invloed kunnen hebben op de plek waar hun kind in moet spelen. Want ze denken allemaal ja, dat het allemaal is. Johan Cruijff is. Ja. Maar ja, die sportverenigingen, ik heb dat verhaal toevallig ook gelezen. En, er zitten natuurlijk wel heel, heel herkenbare items in. Maar ik heb wel het gevoel dat ja, zeurende ouders, het gaat meestal dat ze denken dat ze een klant zijn bij een sportvereniging. Ja, ja. In plaats van lid van de vereniging. Ja, dus een vereniging legt een, ja, een basis neer van waar we allemaal aan moeten voldoen en waar we naartoe willen in de toekomst. Maar daar kijken dan de ouders niet naar. Die kijken dan, mijn kind moet of mijn kind zal. En, ja, ik denk dat we daar een beetje doorslaan met ouders betreft. Ja, maar jij wordt dag en nacht gebeld door ik ouders. Ik word wel veel gebeld. Ja. Ja. Nou, zeuren, het zijn allemaal opmerkingen waarvan je, het gaat meestal over waarom niet in een eerste elftal, of waarom trainen we maar twee keer, en waarom hebben we dit. Het zijn vragen dat je denkt van ja, dit is een beleid, het staat op de website, het staat overal vermeld, je hoeft dit niet te vragen. En ja, en vaak de vervelende vragen, dat zijn dan eigenlijk de vragen die gaan over een persoon, binnen een vereniging die iets zou moeten doen en niet doet, ja, dan denk ik van ja, je kan het ook aan zo'n persoon vragen. Je kan ook eerst lezen waar het om gaat en wat de uiteindelijke doelstelling is van je vereniging. Op alle ouders met het gezeur, klaar. De kinderen zitten op voetbal, hebben de plezier, geniet u er ook van. Oké, volgende punt jongens, wat heel belangrijk is, dat is stop de crisis, schreef het Algemeen Dagblad. Rammel de boel is genadeloos door elkaar. Ja, daar zal ik een paar punten uithalen. Waar we voorheen een kant-en-klare standaardcursus aanboden, draaien we nu totaal eromheen, vertelt de KNVB-docent Frans Kat toen AD Sportwereld laatst bij een cursusdag meekeek. De cursist schoolt zichzelf en de KNVB helpt daarbij. Ik met mijn UEFA B die ik heb gehad, mee eens met mijn UEFA C. Zou ik ook sinds kort ook dat ze het zo anders doen? Want ik heb ook pas geleden een C gehad. Maar... Ja. Toen was het ook inderdaad, dit is wat we doseren, succes. En... Doe het er maar mee. Ja, kijk, precies. Ik vind die opleiding is allemaal is leuk. En we krijgen natuurlijk ook, ik krijg ook heel vaak te horen van trainers in het buitenland, van hoeveel hebben jullie nog in het buitenland lopen. Ja, ik lach daarom. Dat is niet zoals dat we zeggen dat het voetbal in Nederland minder is, daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat wij nog steeds goede trainers hebben. Alleen het is nu Ronald de Boer, Ronald Koeman en dan even niks. En Bos en dan even niks. Maar ik denk gewoon dat er in de Eredivisie, ik denk dat gewoon 3-4 toppers. Kijk eens naar John van het Schip, hoe die het doet. Met, geweldig, ja. Dus ik volgens mij doen. Wat je wel ziet met Nederlandse trainers, dat ze, tenminste, dat is wat ik zie, dat ze een beetje vasthouden aan het Nederlandse systeem. Ja, ja. En als je kijkt bijvoorbeeld in Duitsland met die Nagelsmann van Hoffenheim, die is heel erg bezig van, misschien is dat 4-3 werkt niet meer. Ik ga eens kijken hoe we het anders tactisch kunnen oplossen en wat voor andere dingen we kunnen doen. Dus volgens mij zijn die niet alleen aan het voetballen, maar die zijn ook mentaal zijn ze heel erg bezig, veel meer met fysiek bezig. Soms heb ik wel eens het gevoel dat Nederland daar nog een beetje in het oude blijft hangen, zeg maar. Ik denk dat dat wel weer te maken heeft met wat jij net zei, wat ik ook zei over de UEFA C. Daar werd er wel echt gehamerd. Je doet dit, je blijft dit doen, wat er ook gebeurt. Schablonen. Dit blijft, dit blijft, dit blijft. En het was dat, nog gaat, dat gaat in je hoofd zitten en dan weet je ook niet anders wat je moet doen. Dus, het was nog steeds het boekje van 1974, hè? Totaal ja, die voetbal. Is nu niet meer hoor. Oh. Maar gelukkig niet. Maar wat ik wel vind is gewoon dat er nu, mijn docent, die zegt gewoon, mij maakt niet uit hoe je gaat voetballen. Ja. Als je speelt om te winnen. Het is toch, maar als je, het is toch ook een heel verschil als je één visie opdringt aan iemand, of dat je handvatten geeft en iemand zijn eigen visie laat ontwikkelen. Bella is vaak de gast bij de NOS, hè, in dat avondprogramma op zondag, om na te praten over het voetbal. En die zegt, je hebt lef nodig. Mensen die aandurven het gevecht aan te gaan, domweg voor kwaliteit te kiezen, door afscheid te nemen van het verleden, door de boel genadeloos door elkaar te rammelen. Dat is een beetje een probleem in Nederland, want je kan geen besluit nemen. Er wordt steeds gezegd, er worden geen besluiten genomen, maar de clubs beslissen. En denk jij dat als Sparta moet stemmen over het feit dat de Eredivisie uit 18 of 16 moet bestaan, dat Sparta voorstemt? Ik noem maar iets.
je kan toch niet dat aan clubs overlaten? Er moet een orgaan zijn die bepaalt wat er gebeurt in het voetbal. Dan kun je besluiten nemen. Maar ja, ja, nou, ik ben het wel met je eens, maar volgens mij moet er nu eerst bij de gemeente, of gemeente, bij de KNVB wat anders gedaan worden. Ja. Laten we nou eerst eens een technisch directeur hebben, een gewone directeur hebben en een bondscoach. Laten we daar eens mee beginnen. Nou, maar daar zijn we toch mee bezig. Ja, hoe lang al? Nou ja, hij had 100 dagen gezegd. Ik weet het. Nee, maar goed, er is nu gewoon... Bij de KNVB is geen baas. Iedereen doet nou wat. Dat gevoel heb ik. Ja, Louis van Gaal gaat terug naar Engeland. Want die wil Manchester United beste. Succes. Leuk, hè? Het gaat om kennis, inhoud en kunde, vindt Hubella. De profvoetballers van nu zijn ik-mannetjes. Het draait om ik, om henzelf. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in jouw wedstrijd uit 1999 tegen Milaan. Ze willen een trainer die ze simpelweg beter maakt, die ze sneller naar de top helpt. Ze beoordelen hun trainer op oefenstof, op retorisch vermogen, op nieuwe hulpmiddelen, op specifieke en heel gerichte training. Ja, ik denk dat dat wel heel goed verwoord is. Ja. Met name dat ik-gevoel in plaats van het teamgevoel. Ja. Dat is niet alleen in Nederland, toch? Nee, dat is teamsport met individuele bv'tjes. Nou, hij zegt verder, ook veel oud-profs zijn heel goede trainers. Maar ik zeg wel, stop ermee oud-internationals zomaar hun diploma cadeau te geven. Wie anno 2017 trainer wil zijn, zal moeten werken en nog eens werken. Wie zegt dit? Hubella. Van de NEC is die? Ja, de ex van NEC. Nou, dat vind ik nou een toptrainer. Nou, dat is het. Dat hij dit heeft gezegd, vind ik, die man had echt een bepaalde, weet je, winnaarsmentaliteit. Ja. Dat in Nederland... Die denken het anders. Hij heeft wel gelijk met wat hij zegt over stoppen met zomaar die oud-internationals. Ik hoor echt zoveel van de gasten. Toen het bij NEC slecht ging, het bestuur bleef binnen zitten, want het publiek was aan het schreeuwen. Hij stond boven op een auto of op een stoel, weet ik het. Ik vind het een kanje. Ja. En er zijn nu alweer clubs zonder trainer, dus jongens, dat loopt ook niet rond. Pak hem. Dus de sportcultuur. Wat is er gebeurd in dat veld in Oostenrijk? En de reactie dat er gebeurd is. Maar iedereen dat dit gebeurd was. Dat was gekeurd. Maar hij was ook gehoord, hè? Ja, maar goed, bij allebei vingers word je gekeurd. Maar hoe word je gekeurd? Nou, geloof me dat ze bij Ajax zo goed keuren, hoor. Ja? Ja, ja dat, ik geloof, dit is gewoon, dit moest zo zijn. Jos, er is een arts in Duitsland, bij Bayern München, ja, die heeft een heel onderzoek gedaan. Checkie, toch? Ja, dat is Checkie. Die heeft een heel onderzoek naar gedaan. Rookt hij? Lijkt mij zo. Hij komt trouwens binnenkort naar Nederland om een seminar te geven. Gaan we het proberen of we hem hier in de studio kunnen krijgen. Spreek je Duits dan? Een beetje wel. Ik kom wel uit. Ambitie. Ja, ik weet hem wel. Maar die is er heel druk mee bezig en die zegt dus dat wij met name de topsport en met name de voetballers, dat die te weinig Q10 en omega-3 toegediend krijgen. En dat zijn juist belangrijke stoffen voor het goed functioneren van het hart. Je hebt zelf een gesprek gehad met die mevrouw van de NOC-NSF. En die zegt dat het waarschijnlijk ook komt omdat die jongens steeds hard moeten rennen dan weer stilstaan. En dat het meer in het hoofd gebeurt. Of dat het bloed naar de hoofd gaat. Naar de benen terug, als het warm is. We kunnen dat aan Shaggy inderdaad eens vragen of dat inderdaad ook het geval is. Maar het, ik blijf het fascinerend vinden dat men zegt dat er een mogelijkheid bestaat om met die Q10 en die omega-3 dit soort problemen te kunnen verhelpen. Ik weet niet, als jij nou voetballer bent, je bent goed voetballer enzovoorts. Jullie worden natuurlijk ook onderzocht. Is jou iets bekend over Q10 en over visolie? Dat is maar, zo belangrijk. Maar wij worden ook niet zo onderzocht zoals bij Ajax, hoor. Nee. Nee, maar kijk. Wat ze bij ons doen is vet meten. Ja. Plassen en bloed. Nee, ook niet eens. Enige test die wij doen is gewicht, vet en in het begin van het seizoen met de hartslagmeter rennen. Om te kijken hoe fit we zijn. En dat is het? Ja.
Nou, dus voor een amateurclub is dat al best... Dat is best veel. Ja, maar goed, er zijn juist heel veel voetballers in de amateurclubs die dus omvallen. Het zijn niet allemaal die jongens die uit de grote club... Dat heeft ook met geld te maken, hè, natuurlijk. Ja. En misschien de levensstijl, hè? De levensstijl. Amateurvoetballers, met de roken en drinken. Ik denk, er waren zeker natuurlijk. Ja, de derde helft is heel belangrijk. Als je professioneel schaatst, dan kom je dat niet tegen. Profs doen ook net zoveel, maar... Kijk, als amateur train je 3 keer en misschien een keertje 4. Ja. En als prof ben je elke dag op het veld. En dan kan je ook veel meer dingen testen en doen. Nouri bijvoorbeeld, wij gaven toen een clinic voor de KVB in Zeist. Dan kwamen er altijd spelers langs. Ayoub was er toen een keer en Nouri ook. Dat was echt 2 maanden of zo voordat hij... Dat kreeg, zeg maar. Toen zei hij ook van, ja, dit wordt mijn jaar. Ik ga dit jaar echt alles geven. Nu ga ik echt doorbreken. Het kan ook zo zijn dat die jongen dat met dat in zijn hoofd zoveel gas heeft gegeven. Dat hij overkill aan zichzelf. Ja, dat zelf. Weet je, het moest gewoon zo zijn. Ik geloof. Dus ik denk dat wat mee te maken heeft, dat het gewoon zo moet zijn. Maar ik denk niet dat het aan Ajax ligt of aan het Dokters ligt. Je wordt bij wat Mike net ook zei, ik zei het net ook al. Je wordt echt wel goed getest hoor, bij Ajax, PSV, Feyenoord. Ja. Ik denk bij allemaal, bij die, zelfs bij de Jupiler League, word je goed getest. Ja, VVV heb ik toen ook gezegd. Dus, ik bedoel, als je het over professionele clubs hebt, voor de amateurs, is een groot verschil. Ik geloof zeker dat bij die grote clubs daar heel erg naar geld vertelt dat uit onderzoeken blijkt dat Q10 en visolie dat het voorkomt. Dat het voorkomt, dat het een moet grote iedereen mogelijkheid is. Ja, dat vind ik dus ook. En het verbaast mij. Kijk, wat je nou zegt over die grote clubs, daar ben ik ook helemaal met je eens. Dat klopt ook wel. Die gasten zullen ontzettend goed worden gecontroleerd. Maar al die sudden deaths die op het voetbalveld plaatsvinden, die vinden bij de amateurclubs plaats. En er zijn maar weinig echt professionele clubs. Dus dan moet de KNVB of de gemeentes of weet ik veel, al die instanties, die moeten zeggen, nou weet je wat, we hebben in Haarlem 40 clubs. De gemeente of de KNVB doet dit deel betalen zij. Of ze zeggen tegen je, hoeveel ziekenhuizen heb je hier? Je hebt de Spanen, je hebt de Kermgasten. Meer dan wel. Je zit te rekenen gelijk, want hoeveel mensen voetballen er in Nederland? Wat zal het zijn? Je hebt 3200 clubs. Meer dan 1,2 miljoen, Moet je benadenken dat je voor 1,2 miljoen mensen een sportkeuring moet organiseren? Ja, maar wat ik ermee wil zeggen is... Nou, want er zijn niet alleen voetballers die 1,2 miljoen zijn. Zijn er 1,2 miljoen voetballers in Nederland? Ja. 3200 clubs of zo, toch? Ja. Dus, maar bijvoorbeeld een ADE, zo'n apparaat waarmee je reanimeert, dankjewel voor het woord, Mike. Die zijn er, maar vaak zitten ze achter slot, want ze zijn duur. En ze zijn wie weet waar het sleuteltje is. Maar wie weet hoe je ermee moet omgaan. En als je op veld 1 iets krijgt en veld 1 is net als bij veld 3 bij HFC, maar er moet toch een mogelijkheid zijn om in de sport, mensen die in de sport bezig zijn, trainers, scheidsrechters, om die te verplichten om een reanimatiecursus te doen. Ja, dat ben ik ook wel met je eens. Ik denk dat een professionele scheidsrechter die moet dat zonder meer beheersen. Daar is meer van overtuigd. We hebben het ook geopperd bij de scheidsrechteropleiding bij HFC, maar er wordt nog gezegd omdat wij toch jongens opleiden die nog vrij jong zijn, 13, 14 jaar, als die op een gegeven moment zo'n beslissing moeten nemen. Dat kan lastig zijn. Trainers, volwassenen. Geef als voetbalclub een reanimatiecursus. Ik denk dat de trainer moet het beheersen en de scheidsrechter moet het beheersen. Ja, maar daarom geef als club een reanimatiecursus. Kost er bijna niks, maakt er nou uit. En je redt de levens mee. Sportkeuring kan drama voorkomen. Cursussen in je clubhuis kan dat ook. We gaan binnenkort met cardioloog Nicole Panhuizen in dezezelfde setting, ik weet niet of dezelfde mannen komen, maar gaan we over dit probleem verder praten. Maar is het wel, even
was dit vroeger dan minder? Of ja, het was aanzienlijk minder. Maar of werd dat toen niet bekendgemaakt? Nee, en in Italië hebben ze het geherinvoerd. En daar is het aantal doden in het voetbal is gewoon gigantisch teruggelopen. Ja, maar daar zijn ze gestopt met de cocaïne. Kees. Dames en heren, hartelijk dank voor uw belangstelling. We danken Mike van der Wam, Kees Nijens, Ayaan Kajili en Jos de Jong voor hun medewerking. Graag tot de volgende keer.